Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Leuk dat je kijkt naar Heracles TV. De transfermarkt is inmiddels gesloten en op Transfer Deadline Day werd de selectie van Heracles Almelo nog versterkt met een spits. Kai Sierhuis wordt een jaar gehuurd van Stade Rennes. Nou, Kai Sierhuis, 23 jaar oud, spits. Ik ben in Griekenland geboren, in een plaatsje dichtbij Athene. Mijn ouders woonden daar destijds. Die zijn daarheen gegaan voor mijn vaders werk. Toen ben ik daar geboren. Ik heb daar 3,5 jaar gewoond. Toen zijn we terug verhuisd naar Nederland, toen mijn broertje ook was geboren. Ik ben vanaf mijn 5e ongeveer begonnen met voetballen bij WSV 30 in Wormer. Daar heb ik tot mijn 10e gevoetbald en toen ben ik naar Ajax gegaan. Kijk, in de jeugdopleiding van Ajax is veel concurrentie. Op jonge leeftijd word je al keihard gemaakt. Het is een harde wereld waarin je elk jaar aan het vechten bent voor je plekje. En je elk jaar ook weet dat je aan het eind van het jaar een nee kan krijgen om door te mogen naar het volgende seizoen. Dus dat was elk jaar was dat bikkelen. En vechten voor je plekje. En ja, op een gegeven moment kom je dan in de lichtingen waarin je weet dat als je het goed doet, dat de kans er is dat je een contract gaat tekenen. Dat was bij mij op mijn 18e dat ik beloond werd voor 8 jaar jeugdopleiding en mijn eerste contract in de A-junioren bij Ajax tekenen. Toen ik bij Jong Ajax zat, ben ik meegeweest op trainingskampen met Ajax 1 en sloot ik wel de voorbereiding aan bij het eerste. Dat was natuurlijk de droom die uitkwam. Je werkt daar keihard voor. De hele jeugdopleiding en Jong Ajax kom je door en dan is het dat laatste stapje dat je wil zetten. Wat voor heel weinig mensen eigenlijk maar is weggelegd. Eigenlijk ben ik toen bij het eerste elftal gekomen. Door een blessure van Dolberg kwam ik eigenlijk als soort tweede spits in de rangorde achter Huntelaar. En toen heb ik mijn debuut mogen maken in de voorronde Champions League wedstrijd. Vervolgens toevallig mijn Eredivisie debuut tegen Heracles gemaakt. De eerste competitiewedstrijd van het seizoen. En vervolgens nog 1 wedstrijd tegen Emmen gespeeld. Toen kwam Dolberg terug van een blessure. Merkte ik dat het lastiger werd bij Ajax 1, dat ik terugkwam bij Jong Ajax. Ja, toen had je geproefd aan de Eredivisie en daar wilde je meer van. En toen heb ik besloten om naar Groningen te gaan. Ik wilde graag de stap maken naar de Eredivisie vanaf Jong Ajax. Op dat moment was van Jong Ajax naar de Eredivisie subtop was natuurlijk een stap vooruit. Omdat ik wist dat bij Ajax 1 het lastig werd destijds om minuten te maken. Dat was ook het jaar dat het bij Ajax heel goed ging. Dat ze halve finale Champions League haalden. Die stap heb ik gemaakt om speelminuten op te kunnen doen in de Eredivisie. En dat is bij Groningen goed gelukt een jaar lang. Daarnaast speel je bij Groningen heel anders voetbal dan dat je bij Ajax gewend was. Je komt in een andere omgeving met een andere speelwijze, maar ook een andere clubcultuur. Een kijkje in die keuken nemen heeft me wel weer verder gebracht als speler en als mens. Ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling als mens, voor het eerst op jezelf wonen. In Groningen niet zo heel dichtbij meer bij mijn familie. Ja, dat was nieuw voor me en dat heeft me wel weer laten groeien. Ik werd 1,5 jaar verhuurd door Ajax aan Groningen. En in de winterstop, dat was na een jaar huur, meldde Rijm zich. Voor mij was dat heel interessant. Het was een stap naar een top 5 competitie, de Ligue 1. Waar ik een goed plan zag om mezelf te ontwikkelen op een hoger niveau. Waar andere dingen gevraagd werden dan de Eredivisie. Nog steeds blij dat ik die stap heb gemaakt. Het heeft me denk ik ook veel gebracht als speler en als mens ook weer. In het begin van de voorbereiding met de club gesproken, de trainer gesproken. Om te kijken wat het plan zou gaan zijn voor dit seizoen. En daaruit bleek dat ik zeker van waarde kon gaan zijn, maar dat het niet altijd vanaf de basis zou gaan zijn. En dat is wel iets wat ik heb uitgesproken, dat ik dit seizoen weer vol seizoen eigenlijk zoveel mogelijk in de basis wil gaan starten. Want dat is iets wat ik vorig seizoen wat heb gemist. Ik geloof erin dat je moet spelen en wedstrijden aan elkaar moet rijgen om beter te worden. En om te groeien als speler. En ik denk dat dat een mooie kans is om hier te gaan doen. En binnen Nederland heb ik het beste gevoel gekregen bij Heracles. Het is een ploeg die een speelwijze heeft die mij schikt, denk ik. 4-3-3 met buitenspelers, met een 10 om de spits heen. Met aanvallend attractief voetbal.
Met veel intensiteit, met het publiek erbij, met in het druk zetten en in het verdedigen. Ja, dat zijn denk ik veel vlakken die mij ook persoonlijk als speler raken. En ik denk dat het op die manier een goede match kan zijn. Dus op die manier is het eigenlijk tot stand gekomen. Ik heb ook samengespeeld met jongens. Ik heb met Mats Knoester gespeeld bij Jong Oranje. Met Navajo Bakboord bij Jong Ajax en in de jeugd van Ajax al. En ik heb ook met Koen Bukker gespeeld. Dat zullen weinig mensen weten, maar in het amateurvoetbal heb ik al met Koen Bukker gespeeld. Destijds was hij nog centrale verdediger toen ik met hem speelde. En eigenlijk de jaren dat ik met hem speelde in het amateurvoetbal is hij keeper geworden. En toen hebben we onze paden bewandeld en nu kruisen ze elkaar weer. Kijk, ik denk sowieso dat we als team als doelstelling moeten hebben dat we gewoon voor de play-offs voor Europees voetbal gaan vechten. Ik denk dat dat haalbaar is, ik denk dat dat kan. Een top 8 klassering. En daar hoop ik mijn bijdrage aan te leveren. In doelpunten, assists, maar ook in het veldspel. Ik hoop dat ik met mijn kwaliteiten de ploeg beter kan laten voetballen. Dat we aanvallend, maar ook verdedigend stappen kunnen maken. Nou, ik kijk het meeste naar uit om hier te gaan spelen in het stadion. Met supporters erbij, mooie affiches te spelen. En successen te kunnen behalen en dan dat te kunnen vieren hier. Dat is uiteindelijk het mooiste van het voetbal. Heracles Almelo presenteerde afgelopen zomer 8 nieuwe spelers. We nemen de nieuwelingen door met technisch directeur Tim Gielissen. In onze scouting hebben we eigenlijk verschillende methoden om de spelers te vinden. Dat is voor een deel ook gewoon langs de velden gaan en afstruinen en zien wat er opvalt. Maar dat is ook het inzetten van data, simpel of uitgebreid. En eigenlijk was dit een redelijk simpele data opdracht door te kijken van welke spelers zitten er in het buitenland. Nederlandse spelers die misschien of die einde contract zijn, die wel openstaan voor de terugkeer. Nou, daar zat hij tussen op een positie die wij graag wilden toevoegen. Ja, zo is dat spel op de wagen gekomen. Ja, dat is eigenlijk een jongen die op is gevallen in zijn periode PSV en in zijn eerste periode bij Emmen. Daarna kwam hij niet meer uit de verf, of minder goed uit de verf bij Emmen. We wisten door de degradatie dat hij vrij zou komen. En dat vinden we nou typisch een speler in de categorie krasje en een deukje. Maar wel goede voorwaarden. En daar gaan we graag mee aan de slag om daar weer het maximaal uit te halen. Ja, als we kijken naar de keepers, was het vraagstuk met name bij Michael Brouwer van het zou eigenlijk goed zijn voor mij om te gaan spelen. Hè, voor mijn uitdaging en mijn ontwikkeling. Daarin zat op dezelfde lijn. Was ook de kans voor ons om Koen Bukker daarin door te schuiven en hem wat meer uit te dagen in zijn ontwikkeling. Daarachter hebben we vervolgens Robin Jalving gehaald, omdat een beetje weer chronologisch in leeftijd met Janis. En Koen en Robin netjes achter elkaar te krijgen in de ontwikkelingsstadia van een keeper. Door de blessure van Janis zijn we wel even moeten schakelen en zijn we heel blij dat we Alessandro Dame hebben toe kunnen voegen. Zodat we qua ervaring, qua potentie, qua directe prestatie, eigenlijk op alle elementen in de keepersgroep, dat we alles in huis hebben. Ja, kijken we naar de backspositie, hebben we Ruben Roos kunnen toegevoegd. Vanuit de gedachte van de situatie Kwaliata Hardeveld. Nou, Kwaliata won die concurrentiestrijd en ontwikkelt zich goed. Wij vonden dat we daarom op zoek moesten naar een jonge jongen die daar weer net achter komt en hem weer in zijn nek gaat hijgen, zeg maar. Ruben heeft dat profiel, is een Nederlandse jongen, past in onze manier van spelen. We hebben afgelopen zondag gezien dat hij ook al zijn kans krijgt en dat gewoon uitstekend heeft ingevuld. Dus ja, we zijn blij dat hij op die manier is gekomen. En op rechts hebben we Robin Polly aangetrokken. Omdat we op de rechterkant, Navajo komt terug, maar die is lang weg geweest. Dus wilden we graag dat wat steviger bezetten. Ja, Sven Sonneberg kennen we al lang. We hebben natuurlijk gekeken rechts achterin van wie kunnen we daar toevoegen en wat willen we daar graag toevoegen. Niet vergeten dat we Marco Rente vorig jaar
gehaald hebben met het achterhoofd van hey, als daar in de toekomst die, mutaties gaan plaatsvinden, dan hebben we iemand in huis. Nou, Marco heeft vorig jaar ook al laten zien in de wedstrijd die hij gespeeld heeft, dat hij daar gewoon een goed niveau haalt. Hij heeft geloof ik in de wedstrijd 25 gespeeld. Dus dat is ook iets om dit jaar voor te bouwen. Helaas raakte hij geblesseerd in de voorbereiding. Maar onze visie daarin staat nog steeds overeind. Dat Marco op die positie dat een vervolg moet gaan geven. Maar dat we daar wel iemand toevoegen die daar ook concurrentie gaat brengen. Nou, Sven heeft in Duitsland 2 jaar op goed niveau gespeeld. Veel wedstrijden in de benen. Is een goede persoonlijkheid. Dus past heel goed in onze manier van werken. Ja, ook Kai kennen we al langer, maar Kai zien we als een jongen die we, ja, die, waarvan we denken dat hij goed bij ons past. Omdat hij met zijn manier van spelen heel energiek in en rond de 16, goede persoonlijkheid, is gretig om zich te bewijzen, kent de Nederlandse competitie, kan goals maken, heeft een aanstekelijke werking op zijn medespelers en op het publiek. Dus dat zijn, ja, dat is een aanjager, dus die, zeker zien we dat als een kans om die toe te voegen. Dus daar zijn we ook blij mee. Tegelijkertijd moeten we ook de verwachtingen niet al te hoog op pompen. Hij heeft wat moeizame laatste periode gehad. Dus klinkt gek, maar ook hem moeten we wel even de tijd geven om hier goed om zich goed aan te passen en dan ook te gaan renderen. Ja, het zijn altijd wat onrustige, ongedurige weken / maanden. Einde van het seizoen tot nu. Ja, dat is een fase van ik zeg maar, als hollen of stilstaan. Hè? De ene dag ben je met 3, 4, 5 dingen tegelijk bezig. De andere dag ben je aan het wachten op die dingen, hè? Zodat je weer in actie kan komen. Stukje bij beetje hebben we daarin de selectie geformeerd zoals die nu staat. Ik ben daar tevreden mee, omdat ik vind dat wij, ja, als we kijken naar de selectie in zowel directe kwaliteit als in potentie, als in contractduren, dat we daarin goed uitgerust zijn, dat het er goed uitziet. De eerste 3 wedstrijden hebben we ook goed spel laten zien. Spijtig, en dan druk ik me vriendelijk uit, is dat we op dit moment 1 punt hebben. En daar balen we van. Aan de andere kant, als we kijken naar onze manier van voetballen en de manier waarop er gewerkt wordt, biedt dat ook veel vertrouwen. En moeten we ook die weg vasthouden. Afgelopen woensdag speelde Heracles Almelo een oefenduel. De Duitse Lonen, ze werden Bremen de tegenstander. Zie je de eerste grote kans van de wedstrijd? Het steekpaasje richting Niklas Fulkroek. Goed wegdraaien bij Mats Knoester. Uiteindelijk overschiet. Echter niet veel later komt hier de tweede kans aan van Werder Bremen. Het slippertje van Noah Vadiga. Opnieuw Niklas Fulkroek, die Koen Bukker omspeelt. En is het uiteindelijk Roger Azalé die aan lijkt te tekenen voor de 1-0. Maar Oscar Schoenvelder weet er nog een tikje aan te geven. Stond overigens geen buitenspel. Zit hier al in de tweede helft. Een geel gewijzigd Heracles. Met hier opnieuw een kans voor Werder Bremen. Koen Bukker zit er weer tussen. Maar is het Abdenego Nankishi die aantekent voor de 2-0 in deze oefenwedstrijd. Nieuw hier in de tweede helft met Polly op linksback. Ziet er niet helemaal lekker uit. Leidt de volgende kans voor Werder Bremen in. Het is opnieuw Niklas Fulkroek die hem speelt, Koen Bukker. Maar Sven Sonderberg is er als de kippen bij om de 3-0 te voorkomen. Waren er dan helemaal geen kansen voor Heracles? Zeker wel. Onder andere hier Sinan Bakis. Heeft goed ruimte te vinden voor het schot tussen de vele Werder-verdedigers. Maar de redding is knap van de keeper. En ook bij de rebound ziet hij goed uit. De rebound van Adriaan Seuken. De volgende kans voor Heracles. Voorzet van Elias Sierra. Sinan Bakis die er opnieuw goed bij zit. Maar zijn kopbal gaat net naast en over. En hier later in de wedstrijd nog een grote kans voor Werder. Nu is de redding goed van Koen Bukker, die sowieso een puikpot keept in Lonen. Maar geen doelpunt dus en daarmee de eindstand ook van deze wedstrijd. 2-0 voor Werder Bremen. Daarmee komt ook een einde aan deze uitzending van Heracles TV. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.